Nog 11 dagen en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In deze serie interviews voorafgaand aan die gemeenteraadsverkiezingen blik ik met de 10 lijsttrekkers van de politieke partijen die de afgelopen 4 jaar actief waren, terug op wat er in deze jaren gebeurd is. Wat is er 4 jaar geleden beloofd? Zijn die beloftes waargemaakt? Wat zijn de successen en wat is er mislukt? En dat allemaal met één doel, om erachter te komen wat je moet stemmen op 14, 15 en 16 maart, want dan zijn die gemeenteraadsverkiezingen. Op zondagavond dan is Fleur Spijker van D66 mijn laatste gast. En vandaag zit bij mij aan tafel Pieter Krol van de ChristenUnie. Welkom. Goedenavond. Op 16 maart dan weten we of het de ChristenUnie lukt om na 12 jaar misschien weer eens met 2 zetels in de gemeenteraad te komen. De afgelopen 4 jaar zat Pieter Krol met de ene zetel van de ChristenUnie in de gemeenteraad. En dat leverde hem een titel op als raadslid van het jaar onlangs. Raadslid van het jaar 2021. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Waar heeft u die titel aan verdiend? Wat is uw belangrijkste succes? Nou, ik denk wat het succes is van de ChristenUnie is dat we vanuit het politieke midden op een hele constructieve manier politiek weten te bedrijven, zonder dat het smakeloos is. Dus we zijn een partij die met een hele duidelijke inhoudelijke agenda, die voor veel mensen ook goed bekend is. En als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. En dat laten we dat ook weten. En nou, dan proberen we politiek echt op de inhoud te bedrijven. Dus hard op de inhoud en zacht op de persoon, zeggen we wel eens. Ja. Dus, en ik denk, ja, vanuit die... Is dat gelukt de afgelopen 4 jaar? Ja, ik denk het wel. Kijk, wij hebben wat mij betreft een heel dankbare positie. Ook al heb je maar 1 zetel in het politieke landschap hier in Leiden. Is dat je nou, ook wel echt vanuit een stuk verbinding kan werken tussen links en rechts. Maar ook wel tussen oppositie en coalitie. En dat is een positie, bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Ja, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Waar we denk ik wel echt een duidelijke meerwaarde hebben gehad. Ja, echt veel gebakkelei tussen links en rechts. Rechts die het linkse college verwijt allerlei onverantwoorde uitgaven te doen. En ik ben daar ook kritisch op geweest. Maar dan is het wel mooi dat je bijvoorbeeld een voorstel voor een financiële stresstest... kan laten zien dat je ook een brug kan slaan tussen links en rechts. Misschien niet het meest zichtbare wat u dan doet, hè, voor de stad en voor uw kiezers. Nee, klopt. Dit is een voorbeeld, daar wordt niemand heel onmiddellijk beter van. En toch vind ik het heel mooi en heel belangrijk dat kan. En dan is een partij als de ChristenUnie natuurlijk ook hartstikke goed. Ik heb ook het gevoel dat we dat kunnen doen. We hebben best een trouwe achterban. En die waarderen dit, denk ik ook. Dat er voor hen op een goede, kritische manier gekeken wordt naar hoe een stadsbestuur de zaak doet en regelt. En dat moet stevig gecontroleerd worden. Dat is de primaire taak van ons als raadsleden. Ja, dus die moeten we verdraaid serieus nemen. Ook al levert dat niet altijd direct wat op. Nee. Is het ook ergens misgegaan? Als u terugkijkt naar de afgelopen 4 jaar, dat u zegt... Nou, hier heb ik misschien steek laten vallen of had ik het beter willen doen? Nou, ik vind dat moeilijk om dat zo te zeggen. Maar ik heb er wel één die politiek echt veel pijn doet. Waarvan ik het heel jammer vind dat het me niet is gelukt om daar een meerderheid voor te vinden. En dat is de sluiting van de Bed, Bad en Brood voorziening. Die Bed, Bad en Brood voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die is er destijds gekomen op initiatief van de ChristenUnie. We toen zeiden met elkaar, jongens, het kan echt niet dat er bij ons in de stad... mensen in illegaliteit leven, bij mensen thuis op de bank, in tuinhuisjes. Dat echt zijn mensen zonder papieren. Ja. Echt in hele schrijnende situaties. Ja, daarvan vind ik echt een heel principieel punt dat we ze moeten opvangen. En dat niet alleen, maar dat we ze ook moeten begeleiden. En dat begeleiden moeten we op 2 manieren doen. Want een groot deel van deze vluchtelingen heeft best een grote kans dat ze in Nederland kunnen en mogen blijven. Of moeten blijven, omdat ze niet terug kunnen. En een ander deel wil wel terug, maar die moeten daar heel goed bij begeleid worden. En dat vraagt gewoon om een stukje begeleiding vanuit de overheid. Ja, hoe kun je dat het beste doen als lokale overheid? En nou, in de afgelopen jaren heeft het stadsbestuur ervoor gekozen die bed, bad en broodvoorziening, die gaan besluiten. Nou, dat betekende heel concreet dat deze mensen niet meer in Leiden opgevangen mochten worden. Dus echt, die moesten naar Rotterdam. Ja. Nou, sommige mensen zullen denken, Leiden, Rotterdam, wat stelt dat voor? Maar voor deze mensen stelt dat heel veel voor. Ik bedoel, als je nauwelijks geld hebt om met het openbaar vervoer te rijden... of je hebt geen eigen vervoer, dan is dat heel ingewikkeld. En mensen hebben daar helemaal geen netwerk. Plus dat het Rijksbeleid er daar erg op gericht is. Van, je zit daar maximaal een half jaar en dan moet er een besluit liggen. Nou, mag je blijven, dan mag je blijven. Maar moet je weg, dan moet je weg. Ja. En we hebben toen al gewaarschuwd, deze mensen komen terug. Want ze vaak, ook al is de uitspraak in Rotterdam, ze moeten weg. En dan nog zul je zien dat ze heel vaak niet weg kunnen. Ja, en dat is ook gebleken. En dat, ze zijn en dat is gebleven en nu zijn ze terug. Ja. Ja, en dat vind ik dus gewoon ontzettend pijnlijk. Dat we politiek aan het bedrijven zijn over deze mensen. En ik vind het heel jammer dat een meerderheid van de raad akkoord is gegaan met het feit dat we die opvang hier kunnen sluiten en mogen stoppen met die begeleiding. Dat vind ik echt schrijnend. U heeft die verbindende rol misschien niet kunnen spelen die u nou ook noemde als een van de successen van de afgelopen 4 jaar. Hier is het u niet gelukt. Ja, klopt. En tegelijkertijd ben ik daarin ook wel teleurgesteld in een aantal, in dit geval vooral ook linkse partijen, die het hier wat mij betreft echt hebben laten afweten. Gelukkig hebben die dat wel heel voorzichtig aan eind vorig jaar een beetje ingezien. Dus bij de begroting afgelopen jaar hebben we een voorstel ingediend en weer wat meer geld beschikbaar gesteld om deze mensen in ieder geval extra begeleiding te bieden. Nou, dat is een mooie eerste stap. Nou, daarmee halen we deze mensen niet uit de illegaliteit. En ze slapen nog steeds letterlijk bij mensen in tuinhuizen. Ja, ik vind dat echt onverantwoord. Ja. U noemde de verbindende rol die u wilde spelen. En 4 jaar geleden, toen de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur stonden, toen zei u, de gemeente heeft de afgelopen jaren op de pof geleefd, financieel gezien. En nu is het aan de ChristenUnie, nu is er een sterke ChristenUnie nodig om orde op zaken te stellen. Nou, ik zou wel willen zeggen dat u dat nu nog een keer zou kunnen zeggen. En misschien nog wel veel sterker, want de afgelopen 4 jaar is er op financieel gebied veel gebeurd. Daar wil ik het zo met u over hebben. Maar misschien eerst even luisteren hoe u toen die verbindende rol probeerde te spelen vlak na die gemeenteraadsverkiezingen. U was toen te gast bij ons bij Sleutelstad. Om te kunnen komen eventueel tot een alternatief of een tegenbegroting is één ding heel belangrijk. Ik bedoel, Joost en ik kunnen ook rekenen. Het is wel zeteltjes tellen. Dus wij moeten enigszins kans maken op een meerderheid om ook daadwerkelijk al die tijd en moeite daarin te gaan steken. Want dat zal een hoop werk zijn. Dus wat ik vandaag gedaan heb is onze collega-fractievoorzitters uitnodigen voor een gesprek aan het eind van de zomerreces. Om eens met elkaar te kijken naar waar het misschien een onsje minder kan. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ja, u hebt gekeken waar het een onsje minder kon. In ieder geval in overleg met de coalitiepartijen. Daar is niks uitgekomen. Nee, helaas niet. Je ziet dat dit college een ontzettende investeringsdrang aan de dag heeft gelegd. Voor een deel in goede dingen, zoals de investering in schoolgebouwen. En de investering in een nieuw rioolsysteem. Nou, dat is basale dingen. Helemaal niet zo'n aantrekkelijk onderwerp, maar wel heel belangrijk dat daarin geïnvesteerd wordt. Dus daar zijn goede dingen. Maar ook investeringen in een hoop infrastructurele projecten waarvan ik echt denk, nou, dat kan echt anders. En bijvoorbeeld op het Bioscience Park zien we dat we als overheid af en toe investeren in private partijen. Dat kun je doen. Die winst willen maken. Ja, die winst willen maken. En dat kun je doen om die partijen een zetje in de rug te geven. Omdat ze meerwaarde hebben voor de stad. Maar er komt wel een moment dat de vraag legitiem is. Van, hoe ver wil je daarin gaan? En hoe lang moet je daarmee doorgaan? Dus dat zijn wat mij betreft wel voorbeelden. Waar een aantal uitgaven van de gemeente Leiden echt ook minder kunnen. En ik vind het heel jammer dat dit college daar echt totaal niet naar gekeken heeft. En vanaf het begin af aan daar ook niet naar heeft willen kijken. En laten we eens teruggaan naar dit moment, want u hebt toen inderdaad met de coalitiepartijen, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, om tafel gezeten in het eerste halfjaar na de verkiezingen. En u was toen goed gemutst of goed gestemd, want u hebt dit gedaan. U zei terecht ook, er is veel tijd nodig om een goede alternatieve begroting op te stellen. Waar is het dan misgegaan in dit geval? Nou ja, eigenlijk in gebrek aan politieke wil bij een meerderheid van de raad. Dus we stuiten daar continu op een muur in de coalitie waarvan we te horen kregen, wij vinden dit wel verantwoord. Nou, dan is het risico haast dat je in een wel eens niet de situatie terechtkomt. Ja, daar wordt niemand beter van. Maar dat neemt niet weg dat de financiële situatie echt zorgelijk is. We hebben een schuldquote die is opgelopen. En daar hebben we een aantal landelijke richtlijnen voor. Vanuit de Vereniging Nederlandse gemeenten. Dus een soort van koepelorganisatie van alle gemeenten. We zien dat de solvabiliteit, dus de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, door alle grenzen in het rood. Ja, alle cijfers, alle indicatoren zijn in het rood. En we hebben een college dat zegt, gaat u maar rustig slapen en het komt wel goed. En ook al is de rente op dit moment laag, alle schulden die we maken, die kosten geld en moeten wel op termijn worden terugbetaald. En En dan vind ik het heel bijzonder dat je je gewoon niet houdt aan de kaders die je landelijk met elkaar hebt afgesproken. Ja. En dat je daar ook eigenlijk helemaal het gesprek niet over wil aangaan. Ja, snapt u dat? Want u bent inderdaad van het middelen en van kijken waar de verbinding zit. Snapt u dan dat het gesprek niet gelukt is? Nou, ik snap niet dat het niet gelukt is om vanuit een meer... Ja, dat is een beetje een trendy woord, hè? Dat alles moet integraal tegenwoordig. Maar daar gaat het hier wel mis. Een van de dingen waar je dat, vind ik, goed ziet... is dat we te maken hebben gehad met twee wethouders... die het sociaal domein onder hun hoede hadden. Hè? Dus de taken waar we omgaan, onze jeugdzorgtaken regelen bijvoorbeeld... of de welzijnswerk, armoedebeleid, begeleiding van mensen in de bijstand. Nou, ja. Alles, hè, dat hele brede sociaal domein. Mm-hmm. Daaraan hebben we heel fors moeten bijsturen in de afgelopen jaren. Terwijl we in heel veel andere domeinen, fysiek domein, economisch domein, hele forse investeringen hebben gedaan. Ja, ik vind dat contrast te groot. Dus daar is wel mijn vraag. Hebben... De bestuurders die meer de fysieke en economische kant onder hun hoede hebben, die voldoende collegialiteit. Ja, en hebben die eigenlijk wel voldoende collegialiteit getoond richting hun collega-bestuurders die in dat sociaal domein allerlei pijnlijke maatregelen hebben genomen. Onder andere dus de sluiting van die Bed, Bad en Broodvoorziening. Ja. Ik vind dat niet goed. En daarin had ik ook anders verwacht van een linkscollege. Ja. En kijkt u daar ook naar zichzelf of is dat een te grote rol voor u? Natuurlijk kijk ik naar mezelf. Ik bedoel, waar ik het anders kan en moet doen, doe ik dat graag. Maar tegelijkertijd werkt het in de politiek nou eenmaal zo dat als een meerderheid van een raad iets vindt, ja, en niet voor niks heeft een coalitie een meerderheid, ja, dan heb je soms ook te maken met een uitslag waar je je bij hebt neer te leggen. En ja, dan blijf ik daar stevige oppositie opvoeren. En daarom vind ik het ook hartstikke mooi bijvoorbeeld dat jullie dit programma maken. Want politiek gaat niet alleen over vooruitkijken en plannen maken naar de toekomst. Verkiezingen gaan juist ook over verantwoording afleggen. En dat vind ik een heel belangrijk aspect van ons politieke werk. Dus dat is heel mooi dat we die kans hebben en dat ook dat centraal staat bij verkiezingen. Dus ook terugkijken. Iets wat mij opviel, en dat is nog niet zo lang geleden... is dat u een motie van afkeuring steunde. En dat is voor de ChristenUnie een hele overweging. U bent van het zoeken van de verbinding, hebt u al eerder gezegd. Dat is een aantal keer ter sprake gekomen. Dat was vlak voor de kerst, afgelopen kerst. Het gaat over de verbouwing van het stadhuis. Het voorstel was om nog 2,5 miljoen extra te investeren voor de verbouwing van het stadhuis in het centrum. En u steunde uiteindelijk die motie van afkeuring. Waarom steunde u die? Ja, zo'n motie steunen wij inderdaad niet lichtzinnig. Dat doen we echt niet zomaar. Wat hier bij het stadhuis aan de hand is dat het al voor de derde keer was, in minder dan 2 jaar tijd, dat de wethouder bij de gemeenteraad moest langskomen met een verzoek om extra budget. Ja. Dus de verbouwing pakte echt duurder uit dan gedacht. Dus, door onder andere asbest in het dak, door onvoorziene omstandigheden en een deel voor extra wensen bij de verbouwing. Zeker, maar daar hadden wij wel het college voor gewaarschuwd, al helemaal aan het begin. Dus toen wij met elkaar het kaderbesluit namen in 2017 en 2018 en het uitvoeringsbesluit, toen hadden wij al gezegd, in ieder geval een groot deel van de oppositiepartijen, waaronder de ChristenUnie, die pot die je beschikbaar stelt voor onvoorziene kosten, zoals asbest wat je tegenkomt, die is te laag. Nou, was het dan uw gram halen? Want als we kijken naar de feiten die op tafel liggen, de wethouder is niet over budget gegaan. Ze heeft extra budget gevraagd. Maar het is niet zo dat het bedrag van, eigenlijk, het is wat technisch, maar jaarlijks mag er 6,2 miljoen euro worden uitgegeven aan de hele ambtelijke huisvesting in het stadhuis, maar ook andere gebouwen. Dat is niet boven dat budget uitgekomen. En misschien even laten zien, de wethouder die was ook not amused dat ze in haar laatste vergadering notabene een motie van afkeuring aan haar broek kreeg. Volgens mij kennen mensen mij zo ook. Als ik een fout maak, dan geef ik het toe. Maar ik was het hier gewoon echt niet mee eens. Het kader wat mij meegegeven is die 6,2 miljoen. Nou, daar blijf ik netjes binnen. En dan hebben we straks een prachtig verbouwd stadhuis. En ja, ik heb ook direct toegegeven, die tegenvallers waren er. Dat is ontzettend balen. En hetzelfde geldt voor de vertraging. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat kunt u mij aanrekenen. Maar om dan de conclusie te trekken dat het allemaal een potje is geweest. En daar ging het mij om. En dat was de teneur van de motie. Nou, die mening deel ik niet. En ik merkte ook in het gesprek dat we daar niet echt tot elkaar kwamen. Dat vind ik ook wel jammer. Want tot nu toe is dat met de raad heel goed gelukt. Ja, we zien een wethouder, Marleen Dame, die zegt: ik heb u altijd geïnformeerd, raad. Ik ben niet over mijn belangrijkste budget heen gegaan. En toch steunt u een motie van afkeuring. Ja, nou, dat ze de raad informeert, dat is gewoon een logische plicht. Dus dat is niet per se iets waar ik... dat mogen we gewoon verwachten. Wat hieraan... En ik snapte ook de persoonlijke impact die iets heeft, hè, op een bestuurder. Dus laat dat vooropgesteld zijn. Dat neem je altijd mee. Dus dit heeft best een grote impact op een bestuurder, een motie van afkeuring. Zelfs als het niet wordt aangenomen. Dus daar geef ik ook echt goed en graag rekenschap van. Wat hier aan de hand staat, er zijn twee kaders naast elkaar. En wat de wethouder hier doet, en dat was ook in dat debat, is steeds maar één kader benoemen. Namelijk het kader van de structurele huisvestingslast die we met elkaar van tevoren hebben vastgesteld. En dat is inderdaad, die lasten mogen niet hoger zijn dan die 6,2 miljoen euro per jaar. Dus klopt. Dus binnen dat kader blijft de wethouder. Maar er was nog een ander kader. Namelijk de begroting die wij vaststelden voor het hele project van het stadhuis in 2017 en 2018. En daarvan hadden we gezegd, we stellen 26 miljoen euro, afgerond, beschikbaar. Nou, en daarvan blijkt dat er uiteindelijk 5 miljoen euro meer nodig is dan die 26 miljoen. Ja, dat is een hele forse overschrijding van die begroting. Ondanks dat het andere potje niet overschreden wordt. Ja, en die twee kaders die staan naast elkaar. En het is nog steeds zo dat een wethouder ook voor die begroting verantwoordelijkheid is. En dat de raad helemaal aan het begin van het traject heeft gezegd: wethouder, college, kijk uit, dit is onvoldoende geld. En dat is ook gebleken, want een wethouder is 3 keer teruggekomen bij de raad. Had u dan liever gehad dat in het begin meteen die 5 miljoen erbij geplust was? Ja, dat is beter. En een van de voorstellen die wij hebben gedaan, dat is een beetje technisch. Maar zou je niet vaker met projectontwikkelaars, dus dat zijn de partijen die voor ons bouwen, aan de voorkant vaste prijsafspraken moeten maken. Dus dat je echt een vast bedrag afspreekt. En dat je gewoon echt van tevoren beter weet waar je aan toe bent. En niet te maken hebt met dit soort vervelende overschrijdingen. Die ook voor wethouders ontzettend vervelend zijn. Ja. Helemaal in het begin zei u, als iets goed is, dan is het goed en dan steun ik het. Toen in 2019 de algemene plaatselijke verordening werd aangepast in Leiden, dat is met alles wat er op straat wel en niet mag. Toen kwam daar het voorstel van een bedelverbod aan de orde. Mensen die in bepaalde gebieden in de stad, maar in ieder geval de hele binnenstad, bedelen, die kunnen daar een boete voor krijgen, werd voorgesteld. U stemde daartegen. U zei een bedelverbod, dat helpt niet in de stad. Dat verbod kreeg wel een meerderheid en uiteindelijk lag het hele pakket aan maatregelen voor de hele algemene plaatselijke verordening met dus dat bedelverbod erin. En daar stemde u voor. En toen vroeg ik mij af, wanneer komt voor u nou het moment dat u zegt, het is op zich, die hele plaatselijke verordening is prachtig, er zijn een heleboel goede dingen in, maar zo'n bedelverbod, dat is voor mij te veel tegen het gevoel van de ChristenUnie in en ik stem daarom tegen dat hele document. Ja, het is wel goed om hier te zeggen, we hebben dus echt een concreet voorstel gedaan, hè, om dat bedelverbod eruit te halen. Dat kreeg geen meerderheid. Maar u heeft uiteindelijk wel mee ingestemd dat dit er nu is, in dat hele document. Ja, omdat zo'n document over zoveel meer gaat dan bedelen alleen. En dat is het hele ingewikkelde. Wanneer is iets, laat je iets zo zwaar wegen? Nou, en dat vraag ik u. Ja, dat is, in dit geval hebben we gezegd, we laten hem wel wegen. Ook omdat er dus hele andere dingen in zitten, hè, over handhaving van de openbare ruimte, over hoe we omgaan met hondenpoep. Nou, wanneer komt dat moment dan voor u? Want ik ken de ChristenUnie natuurlijk ook als een partij die, zeker als het gaat om bedelen en om mensen die in armoede leven, dat u zegt, ja, zo'n bedelverbod, dat kan gewoon niet bestaan in een stad als Leiden. Zeker, en dat hebben we dus, vorig jaar was dat nog groot in het nieuws, omdat er bij de politie iemand vanuit een goed bedoelde actie een flyer had verspreid. Met een hele ongelukkige tekst. Ik ga dat niet eens herhalen. Nou, het was een oproep om bedelaars geen geld te geven eigenlijk. En daarvan zei u, dat heeft u veroordeeld? Want daardoor werd echt de schuld gelegd bij de gevers. Nou, kijk, weet je, natuurlijk is het vervelend dat als je s'avonds uit je werk komt op dat station en je wordt aangesproken terwijl je kop naar andere dingen staat. Dan wil je naar huis, je wil nog gauw even boodschappen doen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat die mensen die daar staan, die staan daar niet voor hun lol. Ja. Daar geloof ik echt helemaal niets van. Die staan daar echt letterlijk en figuurlijk uit armoede. Mm-hmm. Er is niemand, als je dat zou vragen, die met die mensen zou willen ruilen. Maar u legt nu eigenlijk uit waarom dat bedelverbod niet bij een stad als Leiden hoort. Ja, en waarom u daar ook tegen bent. Ja, en ik zou ook nu weer het voorstel doen om dat te veranderen. En nou ja, wie weet wordt mijn stemgedrag dan anders. Maar ja, soms heb je te maken met hele grote verordeningen waar heel veel in zit. Ja, dan moet je altijd een afweging maken. Ga ik om één specifiek punt wat me niet aanstaat tegen het waar we dat... Ja, uw buurvrouw bij de Partij voor de Dieren doet dat wel. Die kan een statement maken op het moment dat er iets in staat wat buiten de lijn van de partij omgaat. En u doet dat niet. Ja, dan krijg je soms dus ook one-issue politiek. Maar dat is de genuanceerde afweging die we iedere keer moeten maken. En een van de dingen bijvoorbeeld binnenkort waar dat weer speelt is de warmtevisie. Daarin leggen we met elkaar vast hoe we de energietransitie willen ingaan. Nou, er wordt heel erg gemikt op de warmterotonde vanuit Rotterdam. Dus dat is de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Een hele vervuilende als dat bedrijven. Ooit nog komt naar Leiden. Want dat het is een heel moment onzeker. Ja, het is een bestuurlijk precisieproject. Maar in die warmtevisie wedt de gemeente daar nog steeds op. Ja, ik vind dat uitermate onverstandig. Dus dat is weer een voorbeeld dat we straks een afweging moeten maken. In een groot deel van die warmtevisie zitten elementen waar je goed mee kan leven. Maar zo'n warmterotonde, die weegt voor mij echt zwaar. Dus politiek is ook niet makkelijk, hè? Nee, dat geloof ik meteen. Maar het is mij nog steeds niet duidelijk hoe u dan, om terug te komen op dat bedelverbod, hoe u de afweging dan maakt. Wanneer u opstaat in de gemeenteraad en zegt, u heeft altijd de mogelijkheid om een stemverklaring te geven. Zeker, ja. Er ligt hier een document voor. En ik vind het voor het grootste deel in orde. Maar er staat hier nu iets in. Daar kan ik niet mee instemmen. Was dat hier aan de hand voor u? Dat u dat overwogen hebt? Of is dat voor u, kunt u er wel mee leven? Ja, nee, dit hebben we wel overwogen. En ook zo besproken in de fractie. Niet voor niks maak je daar dan ook een voorstel bij. Maar dat voorstel, dat haalt het niet. Dus dat is dan ook de democratische realiteit waar ik mee te dealen heb. En eerst komt zo'n voorstel in stemming. Ja, en vervolgens kun je nog, omdat dat het niet gehaald heeft, daar niet mee instemmen. Maar dan is het natuurlijk ook nog zo dat... Ik kan daar dan wel tegenstemmen, maar dat maakt het verschil niet. En dan komt het ook aan op verantwoordelijkheid nemen, hè, als partij. En dan gaat het ook dus over de vraag, oké, dit punt wat ik graag heb willen veranderen, is op een democratische wijze weggestemd. Ja, dan is de realiteit daarna ook, kan ik dan voor het overige deel van dit voorstel wel de verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat kan ik. Dus zo maak je zo'n afweging. Dus dat is een gelaagde afweging. Precies, dus u stemt uiteindelijk dan ook mee met wat de meerderheid vindt dat goed is voor de stad. Nou ja, en ook omdat het overige gedeelte van die APV goed genoeg was. Ja. Nou ja, juist omdat u zegt dat die ene stem het verschil niet maakt, kan ik me voorstellen dat u... in dit geval niet. Nee, in dit geval. Ja. Hè, in sommige momenten wel. Maar in dit geval had dat niet het verschil gemaakt dat u dat ook als moment kunt gebruiken om wat meer te laten zien waar u voor staat. Zie ik altijd wat de ChristenUnie vindt en waar de ChristenUnie voor staat. Ook op dat soort momenten, als u tegelijkertijd zegt, politiek is moeilijk en we moeten bestuurlijk verantwoordelijkheid ook nemen. Nou, ik vind eigenlijk dus niet dat mij verweten kan worden dat dan niet duidelijk is waar we voor staan. Want niet voor niks doen we dan wel het voorstel, hè, om dat aan te passen. En vervolgens komt daar een uitslag uit. Nou, en daar hebben we ons dan toe te verhouden. Dus... we hebben er alles aan gedaan om dat te veranderen. Dat kan je echt zo zeggen. En om die reden is het zo belangrijk dat je dat soort concrete voorstellen wel doet bij dit soort zaken. Dus dat zullen we blijven. En dat vind ik een voorbeeld van de constructieve politiek en kritische politiek. Want het is volstrekt duidelijk hoe ik tegen bedelen aankijk. Ja, en tegelijkertijd, oké, als een meerderheid van de raad dat niet wil, dan heb ik mij wel te verhouden tot een hele algemene plaatselijke verordening in dit geval. Duidelijk. En ik ga helemaal met u mee dat politiek niet makkelijk is. Maar er zijn misschien ook wel momenten die er voor u lastig zijn om het daarover te hebben. Gisteren zat bij mij Pritirana aan tafel van Leiden Participeert. Een nieuwkomer in de politiek. En zij had de mogelijkheid om u een vraag te stellen. En dat heeft ze gedaan. En die wil ik u graag voorleggen. De media verwachten veel invloed op de lokale verkiezingen van het slechter wordende imago van Rutte IV. Onder andere doordat ze de extreem gestegen energiekosten niet willen compenseren. In Den Haag steunt de ChristenUnie dit harde standpunt. Verwacht u daarom zetelverlies in Leiden? Verwacht u zetelverlies in Leiden omdat het landelijk een ChristenUnie-beleid wordt gevoerd? Nou, als je één zetel hebt en er is sprake van zetelverlies, dat zou voor de ChristenUnie echt uitermate pijnlijk zijn. Dus dat hoop ik echt niet. Nou, kijk, het is waar. Wij doen landelijk mee in de regering. En daar krijgen we een hele hoop dingen wel voor elkaar. En ook daar geldt ook een hele hoop dingen niet. Bij de ChristenUnie wordt dan altijd gezegd dat dat de meloenen zijn. Hè, die moet doorslikken. Daar worden we binnen de ChristenUnie wel eens moe van dat beeld. Maar goed, ik noem hem nu... hoeveel meloenen slikt u wel eens door? Ja, hoeveel meloenen slikt u op een dag? Ja. Ja, kijk, dat is ingewikkeld te zeggen. Zeker zo'n specifiek voorbeeld. Maar juist op het gebied van energiearmoede hebben we bijvoorbeeld onlangs met CDA en GroenLinks nog een concreet voorstel gedaan in de gemeenteraad om dat aan te pakken. En ook hiervoor geldt, ja, aan de ChristenUnie landelijk ligt het dan niet altijd. Maar ook dan heb je weer te maken met een politiek krachtenveld waar mijn partij landelijk ook in te opereren heeft en zich toe te verhouden heeft. Mm-hmm. En dan is het soms ook juist de uitdaging of de extra motivatie om het dan lokaal wel te regelen. Ik bedoel, ja, bij neem een bed, bad en broodvoorziening, daar geldt die spanning ook. Dus wat mij betreft een extra motivatie juist om het hier lokaal op een goede sociale manier te regelen. Ja, ik begon er het gesprek ook mee. U heeft ooit 2 zetels ook in de gemeenteraad gehad, 1,5 jaar geleden. Heeft u daar een gevoel voor of die ruimte er weer komt? Nou ja, zowel in 2014, maar toen mocht je nog werken met een lijstverbinding, dus dat vertekent het een beetje. Maar ook in 2018, toen scheelde het geloof ik een kleine 100 stemmen, zaten we echt dicht bij een tweede zetel. Dus het kan absoluut. Dus dat zou hartstikke mooi zijn, omdat je nog zichtbaarder kan zijn als partij. Het werk nog wat meer en beter kan verdelen, dus daar wordt het werk hopelijk nog beter van. Maar tegelijkertijd, dat klinkt misschien gek, ben ik daar ook helemaal niet zo mee bezig. Want ik ben overtuigd van het verhaal wat wij voor de stad hebben. En ik vind en denk echt dat we daar een brede groep kiezers mee kunnen aanspreken. En denk dat dat van jong tot oud, van student tot ouder, en van welke achtergrond je ook bent, een goed verhaal is voor de stad. Waarin we recht willen doen juist aan mensen die kwetsbaar zijn. Aan mensen in armoede, aan mensen die dakloos zijn, aan vluchtelingen. En ook recht willen doen aan schepping en klimaat. En daarmee echt opkomen voor de uitdagingen van deze tijd. En als je politiek bedrijf vanuit een verhaal waar je zelf in gelooft, ja, weet je, dan gaan we zien hoe dat landt. En natuurlijk, meer zetels is fijn. Maar als het niet zo is, dan gaan we door met hoe we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan. En daar kun je best ver mee komen. Ja. Tot slot, morgen zit bij mij aan tafel Thijs Vos van Partij Sleutelstad. Wat zou je van hem willen weten? Ja, waar ik benieuwd naar ben bij Thijs, in de politiek gaat het heel vaak over wat we belangrijk vinden. En dat is terecht. Maar wat mij betreft gaat politiek ook over de vraag hoe je dingen wil bereiken. En bij Partij Sleutelstad vind ik het nog wel eens ingewikkeld om te achterhalen wat ze intrinsiek zelf vinden bij dingen. Hè? Dus het gebeurt best wel vaak dat Partij Sleutelstad 1-op-1 verhalen ongefilterd doorvertalt en meeneemt naar de gemeenteraad. En dat mag. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe afwegingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld in het Roomburgerpark zag je dat Partij Sleutelstad aanvankelijk best wel gewoon positief stond tegen een 4e hockeyveld. En ergens in de loop van zo'n proces kantelt dat dan. En nu komen ze op voor de belangen in de buurt en zijn ze helemaal voor een groene inrichting. En op zich, met die draai ben ik blij, want de ChristenUnie pleit vanaf het begin af aan voor een groene inrichting van dat Roomburgerpark. Maar ik ben wel benieuwd hoe je nou een afweging maakt tussen aan de ene kant wat je zelf intrinsiek vindt als partij. En aan de andere kant die signalen die je uit de stad hoort. En eigenlijk is dan de vraag kortom, hoe weet ik nou waar Partij Sleutelstad echt voor staat? Dank u wel, Pieter Krol. Over 4 jaar zit u hier misschien weer. In een korte zin, waar mag ik u dan op afrekenen? Wat mij betreft, vooral aan dat stukje recht doen. Is het de stad voldoende gelukt om recht te doen? Bijvoorbeeld aan mensen die dakloos zijn. We zien nu een groot tekort aan geschikte woningen voor dakloos. Afgelopen weekend een werkbezoek gehad met ons Kamerlid Don Ceder bij de Binnenvest. Daar moeten echt letterlijk stenen bij. Dus dat is een probleem in het sociaal domein. Dat eigenlijk wordt veroorzaakt in het fysiek domein of daar wordt veroorzaakt. Nou, dat is u recht doen aan hen. Ja. Daar ga ik u dan over 4 jaar op afrekenen. Dank u wel. Pieter Krol is lijsttrekker voor de ChristenUnie. Stemmen kan op 14, 15 en 16 maart. Dit programma wordt de komende 24 uur nog herhaald op Sleutelstad TV. Is natuurlijk ook online terug te kijken. Morgen om 8 uur, dan ben ik er weer. Dan bij mij aan tafel dus Thijs Vos van Partij Sleutelstad. En morgen om 3 uur al het vrouwendebat op Sleutelstad. En als u vandaag terugkijkt, dan is het dus op zondag om 3 uur het vrouwendebat. En om 8 uur 's avonds, dan ben ik er weer met Thijs Vos. In 4 jaar gemeentepolitiek. Dank u wel voor het kijken.